Yo mensen van de Skulder Games, ik ben Sander. We zitten in It Takes Two. Dit is de takeover, Chion is er niet bij vandaag. Gast. Nee, hij is... We spelen It Takes Two en dat is aflevering 12. En we gaan hieronder waarschijnlijk. Yup. En we waren bij de mol geëindigd. Want we hadden een hele... Oh jeetje. Die heeft getraind, toch? Die heeft gewoon... Die wil limo doen of zo. In die nuts. Oh, als je mij stond, dus zeker in mijn buik, dan ga ik echt overgeven op. Dat zou ik niet fijn vinden. We moeten wegrennen. Oh jeetje. Moet even Mario, let's go. Waarom past die mol daartussen? Doe ja, dat komt heel vaak voor. Oh wacht, ik ben dood. Pak jou. Oh, doei. Nee, fuck jou. Oh, de slow motion hoor. Daar doen we het voor. Oh, we moeten terug dan. Oh, terug! Oh, terug! Doei, oh, die rollen. Oh, yes. Ah. Oh jeetje. Maar wat als je daar net behoorlijk in viel? Dit is gewoon mol shaming. Oh. Oké. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar we hebben het overleefd. Hij heeft echt die stem van die GTA-gozer. Ik weet even niet hoe hij heet. Hij klonk echt best wel Franklin. Hey joh. Hoe klinkt Franklin dan? Volgens jou? Ja, dat kan ik er niet na doen. Maar niet zo. Ik heb genoeg GTA gespeeld om te weten dat hij niet zo gaat. Ja. Waarom is deze kikker Frans? Aoi. Ik kan ook Frans. Wie is je mappel? Frans. Ik weet het niet, maar ik heb wel Belgische familie die Frans kan, maar ik kan zelf geen Frans. Dat is altijd heel ongemakkelijk. Dan willen we met elkaar spreken. En dan vergeet ik al dat hij Frans is, dat ze praat Nederlands. Hij kan een klein beetje Nederlands, want hij woont. Diegene woont in Brussel. Dus ja, nou praat ze Frans en Nederlands. Ja, Vlaams eigenlijk. Hij kan het Nederlands noemen, maar. Oh, je moet hem inhouden, dan spring je ook. Cool. klopt best logisch. Dat was ook heel vaak bij Mario Games. Was je lang indruk dat je dan... Hey joh, je duwt me in het water. Ja, ik ben gewoon 1 meter kikker joh, kan ik niks aan. Springen, oh ja, dan moet je sowieso die blad pakken en dan moet ik het weer slaan. 3, 2, 1, hit. Ninja skills alles. Echt zo. Stealth 11, hero. Hit. En alles is weg. Wow, waar is die plant eigenlijk? Of hoe die eerste plant heet? Want daarvoor waren we toch wel op zoek en in één keer zien we die plant niet meer. Wiet? Waarom doe je dit? Nou, jouw tuin is zo blijkbaar heel mooi. Is gewoon een mooie tuin. ja, ik heb echt niks meer planten. Finish. Oh, what the heck. Moet een soort van glijden of zo. Schaatsen, maar dan op een andere manier. Jeetje, hoe kan je goed hier zijn? Jeetje, die links en rechts zo na. Ja, gewonnen. Ja.
Hoe kan je goed doen? Heel raar als het hier. Ja, als je... Ja, ik weet niet. Wil je nog een tweede of ben je er klaar mee? Klaar mee dus. Ik zag je gewoon gelijk weglopen, ja, van 1 minst, oké. Fuck this shadow, man. Kom maar. Oh. Maar, laten we... Jezus! Oké, dat was echt een oplawaai. Oh, ik moet hierin. En nog wat water geven aan de plantjes. Want dat is echt heel leuk. Je moet de linker. Oh, dit. Oké, dit. Maar ik zeg wel wat ik in moet. Middels. Links. Middel. Oh, rechts. Rechts. Oh, net op tijd. ik kreeg stress van dit ding, joh. Stinkplanten. Oké. Oh, ik ga wel dood als ik afval. Ja, boeie, dat is respawn. Ik kan niet dood. Hoppa, omhoog dit met het ding. Wat gebeurt hier? Really is everywhere. But we're so close now. Yeah. Hang on, Joy. We're almost there. Oh jeetje, wat gebeurt er? No, Joy. Maybe we're too late. Cozy, wait. Be careful. Oh jee, Joy is gewoon een joint worden. It's okay, we're here to help. It's Cody. You remember me? Waarom lijkt dit beest zoveel op chips, ik ben het vergeten. Dat, hoe heet zo'n ding ook weer? Dat Medusa. Wat, je bent een tomaat? Ik wil ook een tomaat zijn. Oh shit! Ik probeer het te wassen. Ja, je moet het schoonmaken. Ja, probeer ik ook, alleen je slaat niemand. Maak het schoon bij die dingen. Ja, kijk, ik sproei. Oké. Okay. Yes, stap 1 gehaald. Yeah. Hoppa. Ik kan niet mee. Oh, wat? Je wilt uit inzet. Wat? Oh damn, ik weet al wat we moeten doen. We moeten hem 3 keer verslaan waarschijnlijk, omdat wij, ja. Kunnen die, jij, ik kan die plant zijn, en dan moet ik die groene dingen eruit halen. Maar ja, dit is al stap 1. Je kan dashen en dan maak ik kapot. Zie je? Oké, go. Hoppa. Oké, was dat het? Top. Dan moet ik weer in mijn eentje vechten. Want je moet in haar. Ja, geef me een hond. Wat? Oh, ik moet blijven glijden. Oké, nog 1 keer. En dan zijn hoofd. Die soort van pet die je op heeft. Let's go.
Oh nee. Oh, wat? Lawine. Hij kan net pannenkoeken, joh. Oké. Oh, wat? Ja, we zijn... Oh, wat? Oké, ze gaan weer drummen. Ja. Oh. Gewoon een goede gokken. Oh, het fout gegokt. Oh, ik dacht dat het dood was, man. Oké, dan gaan we weer sprayen en jij wordt wat. Wat hoort je? Een meloen. Of een limoen. Nog, limoen. Een limoen. In mijn hoofd. Perfect. Je wordt gewoon allemaal fruit dingen. Oh, er is nog meer. Oh, sorry, wist niet dat we alleen naar die monsters moesten killen. Go. Yes, doe deze. Kom hier. Ah. Oké, nu moet jij weer je ding doen. Jij moet iets meer E doen. Oh, kom maar. Oké, yes. Top. Hey, we hebben de plant gered. Joy is weer Joy. Wat een slechte woord van. Enjoy. Now we enjoy joy. I am now. Thank you. Oh, don't thank me. I should have taken care of you. I'm sorry. No, I'm sorry. Oh ja, iedereen gaat zich verontschuldigen hier. That's good. But it's not your fault. Cody gave up on being. Zonder dit wenkbrauwen, ja man. But aren't partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you unless you give it up. It's all up to you. Will you give it up again? Wat? Oh ja, de boek. De boek gaat weer zijn ding doen. Hey, de bloemen groeien. Oh, Roos gaat er weer naartoe. Hoe kan hij, zij de hele dag spelen?
Maar echt. Het is gewoon een hele lange dag. Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Oh, lekker gieten. Hey. In één keer weten ze dat zijn vader van dingen houdt. Hey, we hebben de derde. Sander. Dus er is nog eentje. Wat? Everyone has a passion for something. She does. Yeah. Singing. Oh, come on, Cody. Nee. Hou nu bij je zing. I don't know why you don't do it anymore. I grew up. You can't pay the bills with singing. That doesn't mean you have to give it up. Cody's right. When you give up your passion, you give up part of yourself. Meg, it's time for you to find it again. Oh, nee. Get ready to find the last piece of the letter. Nou, weet je waar wij... Weet je waar wij ready voor zijn? Om deze video af te sluiten. Vond je nou een leuke video? Doe een blauw omhoog. Je rechts kan abonneren op mijn YouTube kanaal als je het leuk vond. Om ook zeker de volgende video te zien. En er is één ding. En dat is... Doei!